Voilà, bonjour. Nous allons parcourir le numéro 7 et le numéro 8 de ces parties, hein, à la page 316 et 317. On va parler de l'adjectif démonstratif. Je ziet dat het hier gaat om een adjectief. Een adjectief past zich aan bij het woord waar het bij staat. Alors, on va parcourir ensemble, hein, on va lire l'extrait. Et on va cocher la bonne réponse. Heureusement, on n'a pas de maths, on n'a pas maths, donc je n'ai pas besoin de ma calculatrice, ou je n'ai pas besoin de mon cours de maths. J'enlève cet équerre, ce rapporteur, ce compas et ce feutre. Parfait. Donc vous avez déjà remarqué qu'il y a trois formes différentes. Cet, vrouwelijk enkelvoud, ce, mannelijk enkelvoud, c'est. Meervoud. Mais il y a aussi une forme spéciale. Dans ma trousse, il y a toujours cet effaceur ultra pratique. Un effaceur, cet effaceur. Donc on va ajouter la lettre T. Waarom doet men dat? Om de uitspraak makkelijker te maken. Dus moeten we gaan aanduiden welke woorden. Wat betekenen deze woorden nu eigenlijk? Wanneer gebruikt men die? We hebben dus twee mannelijke vormen. Ce, cet. Mannelijke vormen. Cet, de vrouwelijke vorm. En de meervoudsvorm, c'est. En dan kunnen we normaal gezien aankruisen welk dat het juiste antwoord is. En dan zie je, het is een aanwijzend adjectief. Je staat ergens in de winkel of... Je zit in een klas en je wilt precies iets aanduiden. Bijvoorbeeld, dat boek wil ik hebben en niet dat boek. Donc, je veux ce livre. Daarom worden deze woorden gebruikt. On va essayer de compléter le cadre. Donc, complète le cadre. Masculin. La deuxième forme masculine. La forme féminine. Et la traduction. Au singulier. Singulier, enkelvoud. Kunnen we zeggen, kijk, we gaan noteren. Ce classeur, of ce livre, ce classeur, enzovoort. Alle mannelijke woorden beginnen met een medeklinker, krijgen ce. Hoe gebeurt dat nu wanneer een mannelijk woord met een klinker begint, of met een toffe H, dat hier staat, een H muet, lijkt in hotel bijvoorbeeld. Dan plaatst men daar een extra letter bij, om de uitspraak en het ritme te vergemakkelijken. Als je moet stoppen, ce effaceur, ja, dan moet je een pauze inlassen, dat vinden ze niet zo plezant. Dus ga gewoon die T eraan vast schrijven en dan krijg je cet effaceur. Wanneer het woord vrouwelijk is, gelijk règle, het is une règle, en je wilt precies dat aanduiden, dan zeg je cet règle. Dan krijg je een verdubbeling van de T. In het meervoud is dat probleem opgelost, want... Dan schrijven we gewoon C, zowel in deze vorm, wanneer het met een medeklinker begint, of met een klinker begint, dat maakt niet meer uit, want we hebben mogelijkheden genoeg om dit te verbinden. C, classeur, C, effaceur, C, règle. En je hebt al de vertalingen beet. Er zijn dus drie vormen in het Nederlands, die, dat en deze, terwijl we er vier hebben met Frans. Een aanwijzend adjectief. We gaan naar de volgende pagina. En dan gaan we kijken naar nummer 8, wat daar verteld wordt. Ook hier weer, hein, lis l'extrait, coche la bonne réponse. We gaan dat samen doen, hein, faire ensemble. En dessin, on va peindre. Peindre is schilderen. En de woordenschat die nu volgt, heeft met schilderen te maken. J'emporte donc mes tubes de gouache. Je prends aussi ces pinceaux-ci. Ou non, je fais prendre ces pinceaux-là. Ils prennent moins de place. Wat is hier aan de hand? Alleen koppelteken si en koppelteken la. Wanneer doet men dat? Ja, dat heeft met de spreker te maken. Als er iets heel kort bij mij ligt, dan gebruik ik het woordje si. Ligt er iets verder af, dan gebruik ik la.
Wij kennen al de uitdrukking voici, zie hier bij mij, of voilà, verderop. Dus we gaan aanduiden wat hier de juiste oplossing gaat zijn. Alleszins hopen we toch dat kunnen aanduiden. Lukt niet echt. Ja, hier is hij dan. Si duidt iets aan dat zich dichter bij de spreker bevindt. En la iets wat verder van de spreker zich bevindt. Heel handig als je in een winkel staat en ik wil niet dit hier wat bij mij ligt, ik wil dat daar wat verder op bij u ligt. En dan kan je beter een onderscheid maken. Bijvoorbeeld, ik wil dat boek niet wat bij mij ligt. Je ne veux pas ce livre si. Maar dat boek bij u ligt, dat wil ik wel. Je veux ce livre là. Maak het iets duidelijker. Denk eraan, koppelteken si, koppelteken la, wat vlak achter het zelfstandig naamwoord komt. Dan blijft er ons nog maar een kleinigheid over. Dat is nummer 8. Écoute bien la prononciation, écoute la bonne réponse. Hoe moet ik dan juist spreken? Wel, c'est stylo. En dan gaan we dit doen. C'est écouteur, c'est effaceur. Of, ja, dit is een fout in het boek, zie ik. Want hier moet men een S schrijven. Opgelet, doe dat maar uit. Hè. Ofwel moest hier de S weg. Dat kan ook. Ja, dat is een foutje in het boek. Verbeteren maar. Hè. Dus ik denk dat het best dit wordt. Cet effaceur. Cet hôtel, ces horloges, ces feutres. We spreken af. Dat we deze S laten vallen en dan klopt het weer wel. Ik herhaal. C'est stylo, c'est écouteur, c'est effaceur. Zonder de S. Cet hôtel, ses horloges, ses feutres. En dan merk je op dat men hier een verbinding gaat maken. Wanneer maakt men een verbinding? En hier mag je een boogje plaatsen. Namelijk, ses écouteurs. De S wordt eigenlijk verbonden met de klinker die voor. En dan hoor je ses écouteurs. Ja, dan zet maar een boogje. Cet effaceur, denk eraan dat de S hier wegvalt. Hè? En dan ga je de T verbinden met de klinker die volgt. Cet effaceur. Precies alsof er maar één woord staat, maar staat er twee. Hier hebben we ons voorbeeldje van de doffe H. Cet hôtel. Ook weer de T verbinden met de klinker die volgt. Want vermits deze letter dof is, wordt die ook niet uitgesproken. Cet hôtel. Ook hier hebben we een doffe H. Dus die wordt niet uitgesproken en dan lijkt het alsof er een klinker volgt. Dan gaan we ook doorlezen. Ses horloges. Ses horloges. Dan mag je een boogje zetten. En tenslotte, ses feutres. Dus tot slot, en dan gaan we jullie zelf aan het werk zetten. Ja, dit wordt moeilijk. Wanneer maken we nu de verbinding? Staat hier, wel, daar mag je het volgende aanduiden. Namelijk une voyelle en un achevé. Dat wil zeggen, als er een klinker volgt, of als er een doffe H volgt, dan gaat men ook gewoon doorlezen. De laatste keer, c'est stylo, c'est écouteur, c'est effaceur, c'est hôtel, c'est horloge en c'est feutre. Veel succes!